Uh, we zijn live en uh, ik ben uh, hier in de studio van Stamvaste live. Hier maken wij alle interviews. We praten met uh, de wereld van president tot koning tot putjescheppers. Ze komen allemaal voorbij bij Stamvaste. Mm -hmm. Er is politieke tijd in Nederland. Uh, november, 23 november. 22 november. 22 november, ik ben een dag te laat. Maar 22 november gaan we weer naar de stembus in Nederland. Om te stemmen voor een, uh, een nieuwe Tweede Kamer. Ja, ja. Daarvoor vloeiend een, een nieuw kabinet. Mm -hmm. Ik heb uh, Malcolm in de studio. Malcolm Jones. Yes. Je bent op de lijst van Partij, Partij voor de Dieren. Ja, ja. Nummer 16. Nummer 16. Ja. Je moet het van voorkeur stemmen hebben. Ja, inderdaad. Ja? Inderdaad. Ja, ik uh, ben um, al geruime tijd in de... Uh, uh, ja. De Nederlandse politiek. Ik uh -huh. uh, ben gemeenteraadslid daar. Uh, Partij voor de Dieren in Leiden. Oké. Okay. Uh, daarnaast ben ik ook nog um, ambtenaar. Ik ben nu senior beleidsmedewerker voor duurzaamheid en gezondheid. En bestuursmedewerker voor de Nederlandse Vereniging voor Veganisme. En wat eigenlijk een beetje de leidraad is, is dat ik er van alles aan doe om te zorgen dat de mensen dichter komen bij die natuur en milieu. En je kan het een beetje vertalen. Ik wil gewoon dat we terug gaan naar onze roots. Ja, ja, als ik uh, hoor, Partij voor de Dieren, dan denk ik van jongens. Uh, is een partij die zich alleen maar op dieren uh, focust. Duwen ook nog uh, iets voor de mensen? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Zeker, 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 zeker. We zijn gebetje, een beetje gekomen uit het geluid dat we hebben gezien dat er in de Nederlandse politiek. in ieder geval niet zoveel aandacht wordt besteed. als wij zouden willen voor de dieren. Maar wij maken daarin geen onderscheid tussen de mensen en dieren. Wij zien ze als volwaardig. Uh, we komen op voor alle levende wezens op aarde ja. en de planeet. En dat maakt ons een volwaardigere uh, partij, naar mijn mening, ja. dan, me dan een partij die alleen maar mensgericht is, maar niet verder dan dat kijkt. En wij kijken verder dan dat. Dus, dus jullie, jullie zijn ook voor de mensen? Wij zijn voor de mensen ook, ja. Ik dacht alleen voor dieren. Nee, nee. Precies. Dus nee. Oké. Okay. We kijken gewoon verder. Dat is het verschil. Kijk, een van onze standaard uh, kernwaardes is ook gewoon echt mededogen. Mededogen voor de kwetsbaar in de samenleving. Uh, daar sta ik ook voor. Ik, uh, in, ik ben gemeenteraadslid in Leiden en dat doe ik voor het sociaal domein. Mooi. Dus uh, een van de dingen die ik heb bereikt in Leiden is dat ik ook een plan... De, ik ben de politicus die heeft gezorgd dat er een plan van aanpak komt tegen racisme en discriminatie in het onderwijs. En als je hebt over onderwijs, heb je het over komende generaties die gewoon veilig moeten kunnen opgroeien en hun potentie kunnen volbrengen. Um, dat krijg je niet als je alleen maar diergericht zou of puur op niet-menselijke dieren zou uh, richten, zeg maar. Ja. Yeah. Ik um, yeah. ken jullie ook als een partij die, die echt, uh, uh, voor mij, iedereen van de partijen, althans de voorzitters, die dames die voorzitters we hebben zijn gericht. Ik, ja, ja, ik ken Google als. Uh, uh, it's not done om vlees te eten. Hey, ja, eigenlijk ja, zo, zo. Als ja. we, uh, jullie partijprogramma ja. lees, denk van alles. Ja. Weg met kip, weg met ja. alle stukjes vlees en, ja. en, en, en barbecue. Ja. Uh, jullie zeggen anti-vlees uh, niet, niet, eten. Niet, 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 niet zomaar. Hoe zien? Ja, je moet het ook zo zien. Kijk wel, op een gegeven moment, als je, als je echt erover nadenkt, is datgene wat goed is voor de dieren ook goed voor de mens. Mm -hmm. uh, als je het hebt over, we, we gaan even de mensen in Suriname laten horen wat er, wat het is en wat er nu op dit moment gebeurt in Nederland is dat wij uh, te maken hebben met de woningcrisis bijvoorbeeld. We weten niet waar we huizen moeten bouwen, links of rechtsom. Uh, het is gewoon vol. Um, maar als je kijkt naar hoeveel grond we gebruiken voor landbouwdieren bijvoorbeeld, uh -huh. meer dan de helft van onze landbouwgrond wordt, of van onze grond dat we in Nederland hebben, dat wordt gebruikt voor landbouwdieren. Als we dat nou vrijmaken en zorgen dat we daar natuur zetten, zoals in Suriname, en zorgen dat we daar ook woningen kunnen maken, um, dan komt dat ons allemaal ten goede en de dieren. Um, dus zo zijn er meer dingen die ik kan noemen, dat als wij stoppen met uh, zo'n bio-industrie, dat we daadwerkelijk ook gewoon voordeel eraan hebben. En dat geldt ook voor Suriname trouwens, daar heb ik ook ideeën voor. Ja? Ja. Uh, ik ga zo meteen naar Suriname, maar ik wil. Mm -hmm. uh, waarom zou ik minder vlees moeten eten? Wat doet dat voor de natuur? Wat betekent dat voor de natuur als ik yeah. een stukje biefstuk uh, stuk minder eet? Wat voordeel heeft de natuur aan? Ja, kan, Je kan het eigenlijk heel simpel zien. Voor ons Amazonenwoud, voor, voor onze Hamburger wordt er Amazonenwoud gekapt. Het leefgebied van de inheemse bevolking bijvoorbeeld. En als wij daarvan af zouden stappen, zie je dat we ook hetzelfde grondgebied, of misschien zelfs nog minder, moeten gebruiken om onszelf te voeden als we plantaardig gelijk zouden eten. Want om zo'n koe uh, te voeden die we uiteindelijk naar een ellendig bestaan gaan opeten, daar heb je heel veel grondgebied voor nodig. Heb je heel veel eten voor nodig dat je zelf zou kunnen eten. Um, het is ook eigenlijk economisch ook gewoon niet goed voor een uh, rendabel voor een land, om dat gewoon heel de tijd vol te houden, zeker als je het al moeilijk hebt. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, je hebt Surinaamse roots, hè? Ja. Malcolm Jones, ja. Like eerder Amerikaan. Ik, ik ben opgegroeid met, groeid, groeid met uh, Pom en pastei. En uh, ja, maar het is Zuid-Amerikaan, like... like... ma Malcolm yeah. Jones. Uh, wat heb je met Suriname? <laughs> Mijn moeder is Surinaams, mijn vader is Surinaams, Aha. Ik, um, mijn familie is Surinaams. Ja, ja. Um, ik ben opgegroeid met Surinaamse gewoontes, de cultuur. Ik heb nog nooit eerder iets van Surinamers gehoord op uh, de lijst van Partij voor de Dieren. Dankjewel. Heb ik het juist? Nou, nou hoor je mij. <laughs> nee maar, bijna eerst een Surinamer die... Oh. Ik denk, um, als ik er nu. Ik heb, ik, ik moet, je moet me er niet op vastpinnen, maar volgens mij ben ik wel de eerste die een zetel heeft. Die nu op de de Dieren verkiesbaar staat ook. Oké. Okay. Ja. Verkiesbaar in de zin van. Ik, uh, ja, op nummer 16. Zo hoog staat. Ja? ja. ja. Oké. Okay. 16 voor stemmen hè? Ja, ja, ja. All right. Ja. Wil je dat zien, dan. Waar, 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 dan waar, 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 waarom zouden de Surinamers op jou moeten stemmen bijvoorbeeld? Bij doelgroep Diaspora. Want het is ja, de, kijk, 80% dat is, van. Onze luisteraars. Het het is ook, het is Waarom is ook... zouden ze op jou moeten staan. Ja, nee, maar dat, voor dat is een, goeie, dat is een, goede, dat is een uh, goede vraag. En ik moet eerlijk zeggen dat in al, uh, het past ook bij onze planeetbrede visie van de partij. Mm -hmm. dat we, Ik bedoel, Nederland is een van de meest bevarende economieën ter wereld. Maar veel van de partijen die nu kijken naar wat er speelt en wat er nodig is, die kijken niet verder dan binnen de grenzen. En wij kijken heel duidelijk ook echt gewoon naar van, wat voor invloed heeft dat op de rest van de wereld? En wij zijn een van de meest uh, vervuilende economieën ook ter wereld. En dat heeft invloed op Suriname. Dat heeft invloed op het klimaat daar. Oké. Okay. Ja. Dus, dus uh, wat er gebeurt in Nederland die heeft invloed op Suriname? Ja. Heeft tevens invloed op Suriname. Ik denk als onze uh, grootste vervuiler is, onze grote buur daar, Amerika. Ook noorden. Ja, Noord-Amerika. Ja, USA. ook onder, andere, onder ja. andere. Maar we delen allemaal één planeet, hè? Ja, ja. ja. Oké. Okay. Maar als je kijkt naar Suriname, hoe. Vind jij je volksnaamste hoe ze af en toe wel politicus iemand? Mm, dus je je volk nieuws, je volk je <laughs> ja, het wereldnieuws. Als je <laughs> kijkt naar, naar milieu, klimaat, dieren, <laughs> ja. hoe, hoe vind je dat Suriname het doet? Ik, ja, ik, ik ben persoonlijk wel. Ik weet nog dat ik één keer benaderd was door de um, Surinaamse Partij voor de Dieren, was dat toen? Is nu ja? Partij ja? voor ja. de dier en Mens geworden. Ja, ja van uh, professor Hubert Rampersach. Rampersach, ja, ja, precies, precies. Ik was op zich wel heel mooi uh, om te horen dat er zo'n geluid kwam. Want ja, ja kijk, ik, persoonlijk als ik naar Suriname kijk, dan vind ik dat we een hele grote rijkdom hebben. Ja, en dat wat is ook. is zo, de rijkdom? Ik, is het, zo... ik hoor alleen maar mensen het uh, ja, 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 ja. Als ik nieuwe zieren maak en te, vertel uh, mij. Wat nee, is je, de rijkdom van uh, Suriname? Als je vliegt boven, boven Suriname, dan zie je eigenlijk ook heel veel onontgonnen grond. Ja. En een natuurlijke rijkdom zie ik daarin. Um, en als wij daar op de juiste manier om mee om kunnen gaan en daar ook gewoon. Um, ja, um, bijvoorbeeld ecotourisme op een manier kunnen gebruiken uh, en, en uh, kunnen zorgen dat we dan in ieder geval meer waarde ervan in gaan zien en dat we ook gewoon goed gebruiken dan denk ik dat we daar nog zeker wel een slag in kunnen slaan mm. um, met respect voor die natuur en milieu natuurlijk um, kijk op dit moment zie ik dat er veel inkomsten vanuit en jij bent er beter in hè maar um, vanuit het ontginnen van natuurlijke grondstoffen komt groot, Juist. juist En wat voor invloed Beetje heeft dat olie. op de mensen? Is dat goed voor die mensen? Kwik? Uh, natuurlijk hebben we, we hebben dat nodig. Zo. Mensen hebben goud nodig. Maar de manier misschien het gewonnen wordt, daar precies, zou je ook precies. kunnen discussiëren. Ja, nee, maar dat is, je hoeft er niet over te discussiëren. Het is eigenlijk gewoon het is het niet wat... Het is niet gezond. Het vernietigt, het vernietigt het volk daar. En er zijn genoeg documentaires die hebben laten zien dat dat gewoon echt slecht is voor de mensen daar. Um, wat je kan doen, is kijken naar andere inkomensbronnen die dat niet. En het gooit en het gewoon in de grond laten. Op een manier verrijken dat je niet de bevolking daarin schaadt. dat je zo min mogelijk ecologische impact hebt, want daar kan je op een gegeven moment niet omheen. En hoe zou je uh, de, uh, het verlies? Kunnen compenseren dan? Het verlies kunnen compenseren. Ja, dat zijn dus die andere inkomensbronnen die je zou kunnen doen. Ja, uh, en ecotourisme. Ecotourisme is een hoe, hele goede. Hoe ja. ziet dat eruit? Hoe, Ik heb dat hoe, nog niet. Wat, wat, wat moet Suriname doen? Hoe ziet een ecotourismeplan eruit voor, voor jou voor Suriname? Als je het even in twee minuten zo tekenen, want dat is de spreektijd in de Nationale Assemblee van Suriname. Daar heb je twee minuten om mee. Er is een best case scenario, er is uh -huh. een Zuid-Amerikaans land, moet, je moet je er nou even niet op vastpinnen, maar um, ik weet wel dat er een Zuid-Amerikaans land is die daar hele grote stap in heeft gezet. Wel? Um, dat bedoel ik dus. Okay, ik but... kan er niet gelijk op komen. Uh -huh. um, maar ik zou in ieder geval willen ba baten van, hey, kunnen wij een vergelijking maken van landen waar dat wel goed loopt? Ja. Yeah. En kunnen we daarvan leren? Want een van de dingen die ik vaak echt scherp in geloof. is dat als wij. Ik, ik weet nog dat ik. zat een keer met een Surinaamse minister van Economie. in een uh, denktank. Ja? En die zat zo van: Oké, okay, wij zitten hier helemaal onderaan de lijst. En we um, moeten ons omhoog werken. Ik zei: Van ja, maar dat is één ding. Dat je, wat mooi is, is dat je dus heel veel landen hebt. waar je van kan vergelijken hoe het wel en niet moet. Ja. Dus je hebt um, heel wat kennis te vergaren en daardoor kan je zeker de gouden middenweg kunnen slaan, wat ten goede komt voor niet alleen de Surinaamse bevolking, maar ook de Surinaamse toekomst. Want op dit moment lijkt het niet de Surinaamse toekomst te bevorderen, als je daarmee ook de bevolking schaadt. Als je daarmee ook je kinderen schaadt. Ja, ja, ja. Want als ik zo naar jou luister, Malcolm, Daar denk ik van jongens, je, je, je stopt, ik wil niet zeggen dat je het criminaliseert, maar je stopt al onze... Inkomstenbronnen, al onze manier om geld te verdienen als yeah. Suriname. Wat yeah. heb je dan in de plaats? Wat moet in de plaats komen? Dan? Want we moeten geen goud meer gaan zoeken, want het is slecht voor het milieu, zeg jij. Maar laten la, 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 la. we, we even realistisch zijn. Meer, Laat, we even ja. Want ik, ik bedoel, een beetje kan je wes, you don't have all the answers. Uh -huh. uh, is dit dan de manier waarop we het nu doen? Goed, is, it, is dit het? Want het gaat niet goed. Nee. Het, is wel, het is wel tijd dat we niet kritisch zijn naar andere geluiden, maar dat we ook gewoon gaan kijken van, hé, hey, wat zit daarin? Ja. En dat is even wat ik nu gewoon weer geef. En ik zou zeggen van, dus onderzoek het. Um, het is een geluid die ik zeker wel moet, wil doorgeven, om, mocht er iemand zijn in Suriname die mij een belletje geeft zometeen. Maar van, ik denk van, ja, daar wil ik zeker over meedenken. Zeker. Maar um, ja, ik zit nu in de Nederlandse politiek. Um, en even vijf minuten Suriname analyseren en dan gelijk een, vanuit Nederland een uitspraak doen om te zeggen, ik ga het fixen. Nee, dat is het echt niet. Nee, ik zou graag willen dat we dat onderzoeken, omdat ik zie dat dat minder nadelen heeft dan de dingen die we nu doen. Dat zeg ik. Ik zie je in de Tweede Kamer. Oh nee, dankjewel. Maar, um, uh, ik, ik ga met jou praten. Dat is wat ik nu doe, ja. De tweede Kamer. Dankjewel. <laughs> Welkom. Joe van a Partij Let's be voor de Dieren. Nummer 16 op de lijst. Mm -hmm. Als je op 22 november naar de stembus gaat, check mijn brother. Hij staat nummer 16 op de lijst van de Partij voor de Dieren. Yes, my brother from another mother. Thank, Thank you. you. Thank you very much.